opvraag van toeristen en dus de hotelsector verhuurt Hasselt vanaf 25 maart dit jaar elektrische fietsen. Doel is de verblijfsduur van de vakantiegang zo te verlengen en van Hasselt de uithalsbasis te maken voor heel toeristisch Limburg. De fietsen kosten €30 per dag, inclusief wegverhelping en een actieradius van 120 kilometer. In de eerste fase zijn er 40 fietsen beschikbaar. De fietsindustrie boomt sinds de coronacrisis. We fietsen meer dan ooit. Fietsenmaker Steven Rogge en op de afdeljaar hebben daarom de handen in elkaar geslagen om een nieuwe fietsverhuurdienst aan te bieden in Hasselt. Hoe is het dat ik eigenlijk dankzij COVID-19 veel thuis zat, maar ik begin nadenken over eventuele andere opportuniteiten. En na gesprek met Steven ben ik op die kar gesprongen en zijn wij gaan onderhandelen met Stad Hasselt. En zijn wij uiteindelijk tot een contract gekomen, een 3-jarig contract met Stad Hasselt, waarbij wij dus elektrische fietsen aanbieden voor de toeristische sector. Hasselt zorgt al langer specifiek naar lokale ondernemers om een hiaat in de toeristische beleving van de stad in te vullen. Dit is een aanvulling op de mobitfietsen of andere verhuurdiensten. Absoluut, Hasselt heeft 650 op elk jaar. Op dit moment worden er nog veel meer. Het kost €30.